Ex-verdachte Edgard Ritveld in de 8 december strafzaak heeft een vordering tot schadevergoeding ingesteld. Dit liet zijn advocaat Gerald Siltjaran weten in een interview met ATV. De advocaat legt uit dat hoewel Ritveld is vrijgesproken, hij meent dat hij ten onrechte al die tijd de stempel van verdachte opgelegd heeft gekregen. Hij heeft inmiddels ook al een beslissing van de Inter-Amerikaanse Commissies voor de Rechten van de Mens, die hem ontvankelijk heeft verklaard in zijn klacht. Dit onderdeel heeft betrekking op schadevergoedingsrecht. En er zijn verschillende methoden om schade te berekenen. Wat ook vaak gedaan wordt bij het vaststellen van de toe te kennen schade in een concreet geval, dat er gezocht wordt naar vergelijkende gevallen en dat aan de hand van die gevallen nagegaan wordt welke schade in dit concreet geval zeg maar vastgesteld moet worden. Ja. Dus er zijn wel methodieken. Je hebt inderdaad wat u zegt, schade wordt opgedeeld in twee grote componenten. De ideële schade, u noemt het emotionele schade, ja. En je hebt aan de andere kant materiële schade. Maar bij schadeberekening, wat ik zo even zei, er zijn genoeg methodieken inmiddels door het burgerlijk recht zeg maar, ontwikkeld, die toegepast kunnen worden bij het vraagstuk van berekening van schade. Ja. Volgens Siltjaran en de advocaat van de nabestaanden Hugo Esset hebben niet alleen de nabestaanden, maar ook de personen die als verdachten zijn aangemerkt rechten. Voor wat betreft Esset komt er ook een vordering voor schadevergoeding door de nabestaanden. Uiteindelijk zijn we op dit punt dat de vonnissen zijn uitgesproken en dat de rechtsgrond ook aanwezig is voor het vergoeden van schade. Wij denken dat in deze zaak, althans dat zal mijn approach zijn, om primair te proberen om de kwestie van schadevergoeding, waarvoor natuurlijk de daders zelf in eerste instantie aansprakelijk zijn, maar onze wetgeving voorziet ook dat wanneer je als werkgever, in dit geval de staat, de mensen met jouw middelen in jouw tijd, in de tijd van de staat, met middelen van de staat, een misdrijf plegen, dat de schadevergoeding ook, laat me zeggen, dat ook de werkgever, de staat, dus aansprakelijk is. En wij verwachten, althans mijn verwachting is, dat er met de staat een regeling getroffen zal worden, waardoor er geen uitspraak van de rechter daaromtrent nodig zal zijn. Het volledige gesprek met de advocaten Gerald Siltjaran en Hugo Esset kunt u vanavond in het programma Onder de Loep bekijken op kanaal 12.1 om 8 uur.